Ja, fantastisch. Nou, het is echt mij een absolute eer om samen met deze helden en vertegenwoordigers van de verschillende boerencollectieven aan tafel te zitten. Met veel plezier al met jullie samengewerkt in het verleden. En kijk eens voor ons. Dit is de tafel van de overvloed. Dit is waar ik zo waanzinnig enthousiast van word. Het zijn prachtige producten. En volgens mij ook elk met een eigen verhaal en impact. Bouke, zou jij misschien willen vertellen, wat zijn producten van Flavor Food waar je echt trots op bent? Ja, weet je, er zijn natuurlijk een overvloed aan producten hier. Je kent Flevoland van de aardappelen, de wortel en de uien, maar er is veel meer dan dat. We hebben 2 jaar geleden een onderzoek laten doen en er komen echt van 200 producten, dat was maar 80 boeren of zo. En de echt de mooiste producten. Mm-hmm. Dus ja, er zit hier natuurlijk tot en met safraan aan toe, witlof, pompoenen. Van alles en nog wat, echt een breed scala. Mooie fruitsappen. Eigenlijk alles wat je hebt van de volle grond kunnen wij wel eens een beetje bieden. Ja, dat is episch. Nee, ik vertegenwoordig ook loopt de loken natuurlijk tegelijkertijd. Nou, die prachtige groentes hebben wij het bijvoorbeeld niet in Utrecht. We zijn heel blij dat we kunnen uitwisselen met Flevoland, met Noord-Holland, Matthijs van Proefkantoor. En dat geeft gewoon zoveel brede scala van producten, maar ook mogelijkheden. Wat is iets wat jij, Matthijs, echt waar jij voor staat in jouw regio? Ja, het is eigenlijk één woord, verbinding. Mm. De boeren, de telers, die zijn heel druk met waar ze goed in zijn, produceren. En ik wil juist een platform zijn om die te brengen naar de eindklant, naar de eindgebruiker. Dat zijn voor mij particulieren die wekelijks een pakket krijgen, maar ook zakelijke klanten. Fruit, appels van René bijvoorbeeld. Ja, en dat verhaal erbij vertellen, weet je wel, dat is zo mooi, daar krijg ik heel veel energie van. Want neem nou bijvoorbeeld deze appel, hè. Dat is de enige biologische appelteler, René van der Aarde, die in Noord-Holland zit. En dat is absurd, dat moet anders. Waarom halen wij appels uit Nieuw-Zeeland terwijl de koelcellen vol liggen? Ik snap dat niet en ik wil graag dat systeem helpen veranderen. Want dat deugt niet. Mm. Waarom moet een appel 30.000 kilometer reizen terwijl het hier op 3 kwartier rijden groeit bij René in zijn boomgaard. En ook nog eens hier zo lekker is. Ja, ook dat. Ook dat. Dat is ook niet. En hij investeert in de natuur. Hè? Hij is dus omgegaan van gangbaar naar biologisch. Dan moet je lef hebben. Dan moet je lef tonen. En hij doet het op eigen risico. Ja, dat moet gewaardeerd worden. Dus ik wil die verbinder zijn. En ik wil René, onder andere, maar ook Boer Ted. En zo zijn er nog veel andere, John Huibers. Die wil ik dat platform geven, zodat zij hun mooie verhalen kunnen vertellen en ook weer kunnen inspireren naar andere telers van, goh, investeer in die natuur. Ja, fantastisch. En ook aan tafel zit Michel Penteman van de Boeren van Amstel en Edwin Veldhuizen van de Groene Hart Corporatie. En volgens mij is iedereen heeft iets waar ze echt goed in zijn in hun regio, maar ook dingen waar ze wellicht minder goed in zijn en waar samenwerking voor nodig is om het op te lossen. Een van jullie een goed voorbeeld van wat je echt miste in jullie regionale korte keten en wat jullie van een ander gebied hebben kunnen leren of overnemen om de keten sneller op gang te krijgen? Ik weet niet, heb jij een voorbeeld? Ja, wij zijn in onze regio van oorsprong heel sterk in kaasmaak en zuivel maken, maar in onze regio zijn er alleen al in het dorp Zoeterwoude waar ik woon 7 kaasmakers. Nou, dat is vrij uniek. Mm-hmm. Maar wat we minder hebben in onze regio is inderdaad groente, groentegewassen, fruitteelt komt bij ons ook niet zo heel veel voor. Dus het mooie van deze setting is en dat je met elkaar om de tafel gaat, is dat je elkaars producten leert kennen en dat je die ook in je assortiment op kan nemen. En dat je elkaar niet als concurrent ziet, maar gewoon als partner of conculega, laten we het dan zo maar noemen. Maar dat is ook het mooie van dit initiatief. Onze sterke kant, kaas en zuivel, heeft ons gebracht waar we nu zijn. Maar we willen de stap in een grotere regio maken. Daar hebben andere regio's met hun specifieke dingen hard voor nodig. Ja, en de Groene Hart, de heerlijke kaas. En jullie ook gaandeweg nog best wel een rol gespeeld in het optuigen van de logistiek. Ja, dat heeft voor Loke de Local veel betekend, maar voor Flavor Food, wat heeft de logistiek voor jou betekend dat dat nu rolt?
Ja, weet je, uiteindelijk is, je kunt de mooiste producten hebben en je kunt heel veel afnemers hebben, maar de logistiek, je moet de wielen hebben om het efficiënt van A naar B te krijgen. Of ik moet eerlijk zeggen van A naar B naar C naar D misschien wel. Hè? Wat net ook al zei Mark, er zitten misschien minder schakels, is een heel mooi streven, maar dat red je niet altijd. Maar bijvoorbeeld, maar je kan ook een schakel zelf in huis hebben als een hub, waar we heel druk mee bezig zijn nu in de polder om dat te realiseren. Om het uiteindelijk efficiënter van A naar B te krijgen. Want je kunt niet elke dag langs al die boeren rijden. Dus we hebben een aantal professorische hubs opgezet. En ik bedoel, het werkt nu. Dat is heel belangrijk. Dus je logistiek om het echt van A naar B te krijgen. Ik bedoel, de afnemers zijn er, de prachtige producten zijn er. En ik wil nog wel benadrukken wat jij net ook zegt. Het samenwerken, dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. En als je vraagt, waar ben je het meeste trots op die samenwerking? Omdat je van elkaar kunt leren. En niet alleen kunt leren, maar elkaar zijn assets kunt gebruiken. Dus weet je, Local to Local heeft een prachtig platform. Waarom zou je zelf investeren in een nieuw platform als je het ook gewoon kunt gebruiken? Tuurlijk kost het geld, maar uiteindelijk is het wel de manier om denk ik voorwaarts te komen. Omdat je alles op één platform kunt aanbieden. En daarom inderdaad jij onze mooie groentes kunt aanbieden. Wij jouw melk kunnen verkopen. Wij de mooie kruiden van Matthijs weer kunnen aanbieden. En daarmee heb je dus een fantastisch mooi, assortiment... Van prachtige lokale producten die, ja, waar eerlijk gezegd de groothandels gewoon niet tegenop kunnen. En uiteindelijk geef je de boer ook een verdienmodel. Exact. Dat is belangrijk. Ja, zodat mensen dit kunnen gaan waarderen. Precies. En dat mogelijk maken. Ja. Zijn er nog andere echt knelpunten geweest wat voor korte ketens? Dat je logistiek hebt vaak wel voor hoofdpijn gezorgd voor korte ketens, omdat de volumes nog niet groot genoeg. Maar door de samenwerking merk ik dat de volumes... Het geeft echt dat gevoel, we zijn er bijna. Zometeen is het volume... Zo groot dat het steeds makkelijker wordt. Delen jullie dat? Ja, zeker. Dat is echt een leerproces ook voor mij geweest de afgelopen 6,5 jaar. Eerst rode cijfers draaien en dan vervolgens hoop op voldoende volume, zodat je zwarte cijfers kan draaien. Ja, het is complex, druk zwaar op de kostprijs. De consument is enorm, naar mijn mening, te veel ingesteld op gemak. We willen allemaal thuisbezorgd krijgen. Nou, dat gaan we niet doen. En dat moeten we zien te doorbreken. Dat is lastig, dat is heel lastig. Maar ja, we blijven trekken en duwen. Want wij geloven erin. En als we kunnen laten zien dat dat op alle fronten beter is... voor de telers, die kan weer investeren in biodiversiteit. Minder food miles. Ga maar zo door. En dan nodigen we al die mensen die dus onze klanten worden... of onze ambassadeurs willen zijn... Die nodigen we uit in de stallen en in de kassen. En we laten de teler zelf dat verhaal vertellen. Dan ben je echt aan het verbinden in optima forma. Dus jij zegt inderdaad ook echt die waardering en het bewustzijn, begrip van de consument aanwakkeren, het verhaal delen en hun daarin meenemen. Ja. Is ook echt iets geweest wat gewoon hard werken is geweest. Ja, weet je, de regio is zo rijk aan producten. Bekend, onbekend, veel gaat naar het buitenland. Dat zei Carlos ook terecht. Veel mensen weten ook niet... wat er uit het seizoen komt, hoe ze daarmee mee kunnen en willen gaan. Ja, en vooral ook de variatie. Hè? Dat is beter voor je lijf, beter voor je gezondheid. Ja, ik denk dat wij ook gewoon een rol hebben. Hè? Ik vertegenwoordig dan 18 boeren, jij 80, hè, meen ik. Ik weet niet hoeveel. Dus laten we pak een beetje 300-500 boeren vertegenwoordigen wij hier. En een boer is, ik vind het ten eerste belangrijk dat een consument ook snapt dat je niet allerlei dingen op bepaalde land kunt verbouwen. Hè? Veenweidegebied rondom Amsterdam is gewoon niet geschikt om groente op te verbouwen. Nee. Dus daar lopen onze dames in de wei. We zijn het meest inclusieve bedrijf ter wereld, denk ik, ondertussen. Nee. Met 99% dames in de productie. Maar die boeren die willen ook echt wel, en dat is ook wat ons onderscheidt natuurlijk, die hebben hun verhaal. Mm-hmm. Alleen die hebben gewoon niet zoveel tijd om dat te vertellen. Die consument wil dat best wel graag tot zich nemen en die gaat er ook in mee. En dan heb je ook natuurlijk een onderscheidend vermogen waar niemand tegenop kunt, omdat je gewoon zo dicht in de buurt zit. En wat is de meest ludieke actie die je hebt gedaan om dit verhaal de stad en aan de man te brengen? Nou, wij hebben vorig jaar... Kijk, je moet ook een beetje in beeldtaal denken. En ik heb daar ook discussies over gehad. Wij zijn vorig jaar in een armada aan boten. Een beetje David Goliath-achtig. Zijn we de Amstel opgevaren. En toen heb ik nog met iemand overlegd van... Nou, hoe gaan we het noemen? En ik wilde echt... We heroveren de stad. Nou, dat vond hij te agressief. Nee, maar zo is het wel. Weet je, die stad die is gewoon van deze boeren... Amsterdam is ooit in Oudekerk begonnen, hè? Honderden jaren geleden.
en is gewoon overgenomen door multinationals, corporates. Maar die stad is gewoon van die boeren. En de mensen uit de stad hebben recht op spullen uit hun lokale omgeving. Dus we zijn met 2000 liter melk effectief over de Amstel gevaren naar de wethouder toe. En die heeft ons met de open arm ontvangen. Ja, tof. Echt heel sprekend. En tegelijkertijd merk je als het consument helemaal bewust is en het waardeert, het verhaal bedrijf, denk ik, wauw, dat is lekker, dat is kleurrijk, dit voegt waarde toe. En hoe breng dat terug naar de producent? Zeg van, nou, we waarderen het dus als je iets goed doet voor health, lekker, natuur. Denk aan. Dus wat zouden jullie willen bereiken als we de relatie nog verder gaan versterken? Wat zijn dan problemen die jullie hopen op te lossen? Het is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Wij hebben helemaal niks te verbergen. Het is het gewoon het verhaal zoals het is. Ja. Dus het verhaal is eigenlijk heel makkelijk te vertellen. Want als we gewoon vertellen wat we doen, dan is dat meer dan voldoende. Op ons bedrijf bijvoorbeeld, wij maken zuivel op ons bedrijf. Maar we hebben ook een minicamping. En dat doen we bewust om te laten zien, joh, kom bij ons op de boerderij, kijk gerust langs. Je bent welkom in de stal en vraag gerust waarom we dingen zo doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je gewoon open en transparant laat zien. Nou, zo doen we het. En dan hebben we ook de kans om uit te leggen waarom we het zo doen. En, en dat is nog wel eens een probleem in de maatschappij tegenwoordig. Er wordt natuurlijk een hoop dingen gezegd die niet helemaal kloppen zoals ze zijn. Maar laat die consument maar kijken op onze bedrijven, dat geeft helemaal niks. Het is voor ons heel simpel om uit te leggen waarom we dingen doen. Dat vind ik heel treffend wat je zegt inderdaad. Juist dat positieve verhaal. Want mensen snappen er niks meer van. Hè? De boerenprotesten op het Malieveld, boeren zijn boos. Ze zijn de schuld van het stikstofprobleem, dat soort dingen. En die boeren, dat zijn bescheiden mensen. En die moet je helpen. Van, goh, vertel nou die verhalen, want dat is voor jou wel heel gewoon. Maar het is heel bijzonder wat je doet. En zoals René ook, dat omschakelen. En hij is de enige, daar loopt hij voorop in die linie. Dat soort mensen, die moeten in de schijnwerper staan. Nou, je moet het probleem niet uit willen leggen. Nee. Je moet gewoon laten zien, kijk, het is zoals het is en zo doen we het. En het is heel simpel. Ja. En wat mij opvalt is dat onze boeren die willen gewoon, die zijn dag en nacht met die melk bezig. En die willen eigenlijk vooral horen, het is lekker. Ja, het is een lekker product. En dat is natuurlijk heel simpel, maar alles waar je voor inzet en je krijgt een ei over je bol. Nou, maar lekker is natuurlijk één ding. Maar uiteindelijk is het, je maakt natuurlijk de melk ook omdat het lekker is, maar je maakt het ook met een ander doel. Maar uiteindelijk is het ook gezond. Ja. Het is gezonder. Je kunt er prachtige melk mee opschuimen. Ik heb het pas thuis nog gedaan. Ik kreeg van jou een paar flessen mee. Ja, weet je, het schuimt als een malle. Want er zit ander eiwit in of meer eiwit. Ik weet niet precies hoe het zit, maar de toverding in een fles. Maar ik vind het wel te gek. Ja. Maar je moet mensen wel wat je zegt uitleggen. Of misschien juist niet uitleggen, maar laat ze maar zien het goede verhaal. Maar je moet ze wel ideeën geven. En uiteindelijk heeft het ook een korte keten in zoverre beperking. Want je kunt niet in de zomer, in de winter aardbeien eten. Of andere dingen. Die worden overal nu vastgehouden in koelingen. En ja, ik hoef met de kerst echt geen aardbeien. Want het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Ze zijn niet lekker. Weet je, dus dat soort dingen. Eet gewoon lekker met de seizoenen mee. Dat moet je mensen wel uitleggen. Omdat ze eigenlijk vanaf de jaren 70 verwend zijn. Dat je zomaar alles elke dag kunt krijgen. Kopen. Maar het is allemaal beschikbaar. En ik denk dat we weer terug moeten naar een soort van realiteit. Die er nu niet is. En dat zal niet iedereen even leuk vinden. En dat is misschien ook omschakelen. Maar goed, als je al 25% meekrijgt van de mensen om het te doen. Die je dan lokaal voedsel kunt aanbieden. Ik denk dat we dan echt een enorme grote stap gemaakt hebben. En lekker. En dan ook die realisatie wellicht voor die consument van, wauw, wat ik hier eet heeft gewoon direct invloed op hoe mijn regio eruit ziet. Je vroeg net ook van, wat zou er nog moeten verbeteren? En we hebben net naar drie kolommen zitten kijken. Dat zijn natuurlijk, de business stond in het midden. En ik denk toch dat dat soort organisaties, hè, dus overheden of commerciële organisaties, als die zich meer inrichten op lokale producten, die eindgebruiker die wil het gewoon eigenlijk wel. Die is zich misschien niet zo bewust van. Maar die kan het heel vaak niet krijgen. En ik vind prima dat ze het wel binnen 10 minuten in huis krijgen. Iedereen mag van de flitsbezorgers vinden wat ze willen. Maar het werkt. En ik denk dat het heel leerzaam is dat zij hun logistiek dus daar nog op orde hebben. Dat ze op elektrische fietsen. De last mile. Een jaar geleden gingen we met Corilla samenwerken. Nou, dat is een van onze grootste klanten geworden in die tijd. Dus laten we vooral ook niet met afschuw naar partijen kijken of ontwikkelingen
van ja, dat is allemaal nieuw en dat deugt niet. Maar laten we die omarmen. Maar laten vooral die bedrijfskolom, die business ook, ja, nou ja, forceren. Hè. Ik denk dat daar de grote twist nu kan zitten. Als die meegaat in deze voorlopige pioniersfase waarin we zitten, dat zou echt enorm helpen. Ja, dat ben ik met je eens hoor. Dat merk ik zelf ook bij mijn zakelijke klanten. Dat het eigenlijk met hele simpele interventies, bijvoorbeeld een vitaliteitspakket voor het personeel, enorm gewaardeerd wordt. Je vertelt het verhaal bij. Kom tijdens september naar de tuin van René en hij vertelt je hoe deze appel die je nu aan het eten bent, hoe die gaat plukken en hoe die verzorgt en dergelijke. Dus proof of concept is er. En we hebben nu tractie nodig inderdaad om meer bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen te zeggen van eet lokaal. Ja, zo simpel is het. Ja, precies. Maar er zitten echt nog wel een paar uitdagingen. Ja. Die hebben we genoeg. Ik weet niet of dat een van je vragen is die nog gaat komen, maar, ja, kom maar. Wat ik echt wel persoonlijk mijn grootste uitdaging vind, is dat je als ondernemer zijnde enorm moet investeren om dit voor elkaar te krijgen. Ja. En dat doe je niet om er rijk van te worden, ja. Helemaal niet. Dat doe je omdat het, tenminste in mijn geval, omdat ik met hart en ziel geloof dat dit de enige weg voorwaarts is. Dus ik besteed denk ik 70% van mijn tijd aan het helpen van het vermarkten van dit voedsel. En dat wil niet zeggen dat ik elke dag met die katten loop te sjouwen, maar ben wel bezig met die samenwerkingen te smeden. Ik was net ook blij te zien dat er zoveel partijen inmiddels op zijn gestaan die toch wel zeggen van jongens, we geloven in dit. De funding gaan we voor elkaar krijgen. Want dat is, als een paar ondernemers zijnde, is dat toch echt wel super ingewikkeld. Dus daar ben ik wel blij om dat te zien. Ja, en vanuit mijn perspectief, en dat delen we volgens mij samen, is het wel een wereld van verschil met bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Hoe groot is het verschil als we nu over nog 2 jaar zouden kijken? Waar staat de korte keten dan? Ik denk dat we bestaan nu bijna 11 jaar. We hebben net al eventjes het woord logistiek over de tafel gehad. Mm-hmm. Ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen. Logistiek is wel een van de grootste uitdagingen om je product uiteindelijk op de plek te krijgen waar je het wil hebben. En we zien de afgelopen 2 jaar inderdaad wel dat we volgens mij op de goede weg zitten. Wij hebben de eerste paar jaar hebben we ook zelf onze transporten geregeld. En ik zou bijna zeggen, geluk bij een ongeluk is dat het vrachtwagentje waar we mee reden al gauw te klein werd. Dus dan werd de afweging een grotere vrachtwagen of een logistieke partner erbij vinden. Nou, dat is een van de beste stappen die we gemaakt hebben. Een logistieke partner, professionele logistieke partner erbij gezocht. Wij zijn de eerste jaren sterk geworden doordat we een hele goede samenwerking met een retailpartner gevonden hadden, Hoogvliet Supermarkten. En de transporteur die daar al jaren zaken mee deed, die hebben wij eigenlijk toevalligerwijs ook tegen het lijf gelopen, een praatje mee gemaakt en die snapte met welk probleem we zaten. En we zien nu de laatste 2 jaar, dat die vrachtwagen ook echt gewoon vol komt. Maar dat we ook niet achterover kunnen leunen. Want het volgende probleem deed zich alweer voor. In de steden, daar kom je met die vrachtwagen bijna niet meer in. En die professionele logistieke partner, die is ons ook net een stap vooruit. Die dacht er al over na. Had al een hub opgezet in de regio Leiden. Die was al met een autootje elektrisch begonnen om die stad in te rijden. Nou, je ziet nou gewoon dat we die stap die we eigenlijk vooruitgezet hebben, dat die goud waard is. En daar kunnen we met z'n allen van profiteren. En dat moet ook, want anders dan bereiken we allemaal net ons doel niet. Precies. En als we onze krachten bundelen, dan komen we er met z'n allen komen er wel. Dus ja, dat is een groot voordeel. Daar hebben we echt goede stap meegemaakt. Precies, je moet doen waar je goed in bent en logistiek is in principe niet iets waar wij als ondernemers of als boeren heel erg goed in zijn. En daar heb je specifieke partijen voor nodig en dat is prima. Die moet je er ook gewoon voor betalen voor het werk wat ze doen. Ja. En die kunnen dat beter en efficiënter dan wij met z'n allen bij elkaar. En die mannen kosten ook wat, maar ze zijn er geld dubbel en dwars waard. Ja. Dus echt. En dan ligt het er ook nog aan, kun je daar vaste chauffeurs op zetten die precies weten hoe het allemaal werkt bij de producenten, bij de boeren.
Want dat is al een uitdaging om op het platteland met een grote vrachtwagen die spullen allemaal op te halen. En vervolgens moet hij ook nog snappen hoe het in de stad werkt. Ja. En dat is weer een hele andere uitdaging. Ja. En, nou ja, wij hebben 2-3 vaste chauffeurs vanuit het bedrijf die specifiek onze rondes rijden. Nou, dat is echt goud waard. Ja. Hoe denken jullie trouwens over corona? Je vraagt over 2 jaar. We zitten natuurlijk in een soort nieuwe van lockdown. En ik zit pas 2 jaar of sinds corona in dit vak, zeg maar. Maar ik heb wel het gevoel dat het een enorme versneller is geweest van het lokale product. En dat destijds mensen zich echt gingen afvragen. Ja, en het hamsteren van wc-papier, waarom weet ik niet. Maar dat daardoor wel de vraag, ja, hoe voedselzeker is Nederland? Nou, die is volgens mij ondertussen wel beantwoord. Wat dat betreft ben ik helemaal niet positief gestemd over corona. Maar aan de andere kant laat het wel natuurlijk. Ja, als je, ik zag net die presentatie van Mark, ja, eigenlijk, of van Prins Carlos. En misschien kan je corona wel als een ander natuurgevaar zien. Ja. Of de klimaatverandering als een. Dat we daar ook een soort stelling van, rond Amsterdam of rond iedere stad, hè, of rond de hele wereld misschien. Maar, ja. Sowieso. Dus persoonlijk heb ik wel een soort idee van, ja, als deze versneller nog harder blijft drukken. En het lukt ons ook om die consumenten te laten zien waarom het belangrijk is om lokale producten te kopen. Niet alleen omdat het lekker is en omdat dichtbij is weinig voetmiles, noem maar op, korte ketens. Maar ook dat ze snappen dat het geld wat ze hierin stoppen, dat gaat gewoon in hun directe omgeving. Blijft dat hangen, hè? Anders gaat het naar aandeelhouders ver weg. Terwijl, als je van onze boeren koopt, die stoppen het in biodiversiteitsachtige zaken. En betere producten, en dat is uiteindelijk de key. Waarvoor je het als consument moet doen. Ja. En dat moet je snappen, en dat is wat we over de brug moeten krijgen. Ja. Dat ben ik het helemaal mee eens. Het gaat niet alleen over die lekkere producten, maar het gaat echt over, je investeert in je eigen omgeving. Ja, in je directe leefomgeving. Ja. Van de week had ik Martin Canasse aan de lijn, uit het Waaland. Teler van de Venkel trouwens. En die vertelde van, nou, ik ben een stalletje gestart in de coronatijd. Want mensen die kwamen naar me toe van, goh, je hebt hier een kast staan, wat teel je nu eigenlijk? Hij zit in het buitengebied. En hij denkt, nou ja, laat ik eens een stalletje aan de weg proberen met wat biologische producten. Nou, dat liep als een trein, er kwam steeds meer vraag. Ik zeg, en nu? Hij zegt, ik haal er gewoon een maandsalaris uit. Ik zeg, kijk, dit is de korte keten in optima forma. Niet iedereen heeft misschien die mogelijkheid, maar dat zet wel boeren telers aan het denken. Van hé, er is blijkbaar meer behoefte gekomen. Corona zal daar een bijdrage aan geleverd hebben. Aan bewustwording van, oh, groente, fruit zou zorgen voor weerstand en melk. Dus ja, ik hoop dat dat blijft. Ik hoop het. Ja. Ik denk dat het belangrijk is wat we over 2 jaar voor elkaar moeten zien te krijgen. Is niet dat we dat in zoverre niet naar die consument toe karren, wat jij net ook zei. Om het bij hem thuis af te leveren. Er zijn een aantal partijen heel erg goed in. Maar om het, de verkrijgbaarheid van het lokale voedsel, om daaraan te kunnen werken. Op een duurzame en lange termijn manier. En niet supermarkten die dan zeggen, leuk, het is een mooi product. We zitten voor 2 weken in de schap en daarna knikken het weer uit, want dan is het nieuwtje eraf. Dat moet echt op een duurzame manier. Als we dat over 2 jaar voor elkaar hebben, ik denk dat we dan weer een kantelpunt hebben om te zeggen van, dan kunnen we de volgende stap maken. Nou, ik wil er wel aan toevoegen, want wij liggen dan in heel veel Albert Heijns en Dirks. Dat is ook prima. Hè? Waarom? Er is een soort hetze tegen supermarkten altijd. En wij blijven daar vooralsnog van geschoond. Maar dankzij die supermarkten liggen we gewoon op loopafstand in feite van de consument. En ja, als je daar naar de logistiek gaat kijken, dat is, ja, daar kunnen we zo best wel, verschrikkelijk veel van leren. Die supermarkt die hebben we nodig. Dat hebben wij de laatste 10 jaar als geen andere ondervonden. Want jij zei net ook al met. Maar die supermarkt moet het wel snappen. Ja. En die moet ook zijn nek voor je uit willen steken en die moet je ook wat gunnen. Zolang dat allemaal in orde is, gaat dat prima. En je hebt echt die supermarkt nodig om bij die consument te komen. Ja. Dus er is maar een handjevol mensen die dat rondje door het platteland maakt. Die langs die, ik heb ze ook iedere week bij mij langs mijn winkel. Altijd dezelfde mensen die de rondje doen. En die overal bij boerderijen de spullen halen. Dat zijn een handjevol mensen. Daar gaan wij het niet mee verdienen. Maar wel samenwerking met retailers. Maar nogmaals, ze moeten je wat gunnen. Ze moeten het snappen. En over corona. Dus een verhaal. Een onderscheidend vermogen. Want laten we eerlijk zijn, melk. Ja, dat... Nee, maar vervolgens moeten ze er zelf ook mee aan de gang willen. Ze moeten de nek voor je uit willen steken. Dat hebben ze bij ons goed begrepen. En
tot nu toe, moet ik zeggen, in al die 10 jaar is dat prima gegaan. En ik ben er ook helemaal niet bang voor dat het de komende 10 jaar weer op dezelfde voet verder kan gaan. Maar wat jij net aangeeft, de kansen die de coronasituatie zouden bieden, heb ik wel een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant ja, wij hebben een omzetstijging gezien. Vorig jaar toen de hele coronapandemie de kop opstak. Ik heb wel het idee dat het, als we niet uitkijken, dat het ook zo weer weg kan appen bij de consument. Dus daar moeten we zeker aan blijven werken. Aan de andere kant de regelgeving voor de boeren in Nederland. Die belemmert ook wel een hoop boeren, niet allemaal. Maar sommige boeren die zullen andere keuzes moeten maken door de regelgeving. Ik zit zelf ook vlakbij een natuurgebied. En ik maak prachtige producten en ik ben hartstikke trots op mijn bedrijf en op wat ik doe. En toch leef ik iedere dag in onzekerheid of ik ook aan de andere kant wel gewenst ben als boer in de omgeving waar ik zit. En dus het geeft wel een dubbel gevoel. Een paradox, ja. Ja. Nou, wat ik interessant vind om te horen, en ik wil zo graag terugkomen op jouw leven, dat je zeker weet dat het gewaardeerd wordt door mensen, is op verschillende vormen betere relaties scheppen met die consumenten. Of dat nou via een supermarkt is, en wel on your terms, hè, goede prijs voor de producent, extra centen erop voor het natuurgebied en de weidevogels in jullie geval. En dat is denk ik helemaal iets waar we ons ook achter moeten zetten. Op elke manier, via platforms, IT, business consumer. Zorgen dat verhaal en dat product bij de consument komt. Op zo'n manier dat ze het gaan begrijpen en waarderen. Van, nou, het is lekker, maar het heeft ook echt invloed op hoeveel weidevogels ik zie op mijn fietstocht naar de universiteit toe. En als we daar aan door blijven houden, het is fantastisch. Dan krijg je een andere situatie. Dan zie je niet meer als de boer, als de vijand van de natuur, van het landschap. Maar als degene die daar zorg voor draagt, die dat werkt met de natuur. En tot nu toe heb ik alleen maar producenten ontmoet die dat vol liefde en passie doen. En allemaal een uniek verhaal, of het nou honing is van verschillende bloemen met verschillende gezondheidseffecten. En ze weten heel veel. Dus ik zou met elkaar willen blijven onderzoeken hoe kan de hulpvraag die eigenlijk de mensen in de stad hebben voor gezonde lucht, recreatie, droge voeten, stikstof uit de grond, CO2-opslag, noem het maar op, al die services en lekker eten wat een boer biedt. Hoe kunnen we dat echt direct bij de producent neer laten leggen, zodat hij daarop in kan spelen? Nou ja, goed, dat vind ik een hele grote vraag natuurlijk. Hè, maar, sorry. Nee, je begon al net van, het is fijn dat we op logistiek, ICT en dat soort dingen van onder andere local to local en andere partijen meedraaien. Maar als je naar de essentie kijkt en gewoon naar je product of je doelstellingen, bij ons is dat dan dat we die weidevogels natuurlijk zoveel mogelijk ruimte willen geven. Maar als je nou je klant, je toekomstige klant, een soort mentaal eigenaar laat zijn, ook van dat weidegebied of van het veengebied of het boerengebied. En als je vraagt, wat kunnen we nou voor je gaan maken? En dat vind ik het leuke aan de reverse marketplace, hè, de omgekeerde markt. Stel je weet daar 3000 mensen aan je te binden die zeggen, nou weet je, ik heb hier dan de roomyoghurt liggen. En we zijn met kwark bezig, sportiefste kwark van Amsterdam. En misschien laten we dat wel bij jullie maken, had ik zitten denken. Want wij hebben geen eigen fabriek meer. Maar als ik dan mensen het idee geef van, nou, je kunt je hierop inkopen. En ik heb zo meteen 3000 klanten. Dan kan ik ook naar de supermarkt gaan en zeg, nou, luister. Ik heb gewoon 3000 klanten die willen het product van je gaan kopen. En ook een beetje als reactie op, ja, van de supermarkten moeten je niet zo meer laten vallen. Nee, maar dan moet je ook inderdaad wat voor teruggeven. Iets wat ze niet hebben, hè? Want er staan natuurlijk 100.000 pakken melk staan er in de schappen daar. En dus je moet op andere dingen concurreren. Nou, als wij nou dat verhaal van die lokale boer terug kunnen geven, de beleving, hè, de natuurbeleving, en dan ook nog eens het eigenlijk inzoomen op het grote probleem waar de boeren sinds, nou wat is het, 2015, 2016 ineens voor gesteld staan. Hè? Dat ze een soort verantwoordelijk worden gehouden voor de CO2-uitstoot. Dan heb je wel een troef in handen. Alleen dat kan je gewoon eigenlijk zelf niet ontwikkelen, dat soort software. Dus als je dat als een met een keten, met een alliantie oppakt, en dan kan je uiteindelijk ook nog je producten
bij de klant van je collega's gaan verkopen. Maar wat je uiteindelijk moet doen is natuurlijk gewoon je voordelen uitleggen aan je klant. Dat is uiteindelijk de essentie natuurlijk van het verkoop. Niet alleen maar een product willen verkopen, maar uiteindelijk waarom. Weet je, dat is belangrijk voor een klant. Waarom? Dus als hij snapt waarom, als dat hij dat moet gaan doen, denk dat dat het belangrijkste is. Dat het water wordt opgeslagen in de bodem, dat een boer betere producten kan maken, dat je achterland beter wordt, dat de CO2 in de bodem gaat via de klavers, noem het allemaal op, dat je betere melk hebt, lekkerdere worst. Beter. Lekker is één ding, maar uiteindelijk is het beter. Weet je, dus we moeten weer terug naar eigenlijk wat het was met de weg voorwaarts die de techniek ons bieden. Dat is een hele mooie tweesprong waar we denk ik in zitten. Een interessante manier. Terug naar hoe het was, maar met behulp van innovatieve IT-techniek om dat even handig te regelen, die communicatielijnen tussen en samen. De consumenten. Want alleen samen red je het. Ik bedoel, dat is absoluut voor mij het keyword van de dag. Niet alleen van de dag, maar van het jaar en van de millennium. Nou, het is belangrijker dan ooit, denk ik, op dit moment, dat wij als gevestigde partijen duidelijk laten zien waar we toe in staat zijn. En dat is onze plicht ook, vind ik. Dat we daar zo sterk mogelijk mee naar buiten komen. En dat we daardoor laten zien waarom lokale producten ook in de toekomst zo belangrijk zijn en blijven. Dan kom ik weer terug op die regelgeving. Dat maakt het voor individuele bedrijven best heel lastig. En als je met elkaar de krachten bundelt als gevestigde partijen, die kunnen laten zien dat ze het afgelopen jaren, dat ze die prestatie hebben kunnen leveren. Dat is de enige manier om voorwaarts te gaan. Ja. Ondanks alle hobbels die we tegenkomen als individuele bedrijven. Ja, ik geloof dat daar ook technologie nog wel een rol kan gaan spelen. Tools, om echt de platformen die laten zien en een mogelijkheid bieden voor de producenten die goed bezig zijn, om dat ook echt te bewijzen. En via sensoren en meten, dataplatform laten zien, kijk, dit is er gebeurd in het land, dit zijn de ingrediënten, zo hebben we het gedaan. En gewoon bewijzen dat het een goed kwaliteitsproduct is. Ja, dat is essentieel, weet je. De korte keten bestaat maar heel kort. Dus er is nauwelijks wat over bekend. Iedereen doet maar wat in zijn eigen gebiedje. En leert. En met elkaar, wat je zegt, versterk je elkaar. Kan je kennis en data uitwisselen, maar ook bouwen aan nog meer nieuwe data. Dus zie je, kijk. Is voetbal zijn minder. Ja, dit is geneigd om te zeggen, de lange keten bestaat. Ja, precies. Staat nog maar heel kort. De lange keten? Ja, die is natuurlijk sinds de jaren 70. De jaren 60, 70 is die opgekomen. Ja, dat is waar, ja. Maar de korte keten zoals de nieuwe korte keten. De nieuwe korte keten, precies. Ja. Waar boerenverstand opeens hip is. Ja. Ja. Inderdaad, hoe vet zou het zijn als wij gewoon blockchain technologie, wat voor ons eigenlijk veel makkelijker is dan zo'n lange keten. Dat is in ontwikkeling volgens mij. Ja, dat weet je. En dan pak je gewoon het beste. Het is ook een soort evolutie volgens mij, weet je wel. The strongest of the species survive. En dus dan moet je toch slim zijn en kijken van, nou, wat voor resources heb je nou als je op technologie kan meegaan, of je kan op de distributie magie van dat soort partijen meegaan. Je kan vooral doen waar je zelf goed in bent en je voegt dat samen. En dan heb je volgens mij wel een voorsprong. Ja, en je moet ook grootzakelijke klanten mee krijgen, hè, zoals een Eurest, de Kompasgroep die erin gelooft. Ja. En dat, wat je al eerder aangaf, daarmee kan je impact maken. Ja. En vervolgens bereik je daarna indirect of direct de consument. Over systemen gesproken, ik heb wel een idee. Als we nou een soort sterrensysteem maken, dat mensen punten op een duurzaamheidsprogramma kunnen kopen door gewoon bij ons in te kopen. Ja. Ah, hier kunnen we zo meteen komen, daar denk ik, de volgende prestatie van Mark. En nee, dat is perfect. En Erik Koldorf van de gemeente Amsterdam toelichten hoe je samen met zo'n regionale alliantie maatschappelijke problemen aan kan pakken. En dat op basis van metingen en dat ook kan bewijzen en ook dus de middelen die je daarvoor in gaat zetten kan verdelen met de keten op basis van echt het bewijs. Wat heb je nou aan CO2? Welke rol heb je gespeeld in de keten? Maar nou, ik vraag aan jou terugstellen. Ja? Want hoe snel denk jij, hè? Daar hebben we natuurlijk wel eens eerder over gehad. Kijk, wij willen gewoon ons product verkopen. Als ik bij die boeren terug moet kopen, die zeggen, wat zit jij te lullen, jong? Weet je, die zijn halverwege deze stream al lang afgehaakt. Als we überhaupt hebben voorbij zien komen op hun telefoon en aan de praat hebben gekregen. Hoeveel liter gaan we verkopen? Ja. En daar draait het uiteindelijk allemaal om. Hoe snel, en we kunnen hier nog jaren over praten, maar ja, dan zit ik er niet meer bij, denk ik. En dan jullie waarschijnlijk ook niet meer. Maar hoe snel gaat die omzet komen?
Ja, ik ga geen nummers roepen, maar ik heb wel vertrouwen, want je merkt die grotere partijen, ze komen in beweging. Eures Kompas echt op het hoogste niveau committed. Wij gaan zoveel percentage afnemen van onze omzet uit onze gecombineerde korte ketens. Ja, dat perspectief, dat maakt natuurlijk heel veel los. Tegelijkertijd is het wel even wennen voor grote bedrijven om op een nieuwe manier zaken te gaan doen, op een nieuwe manier inkopen en proberen dat zo makkelijk mogelijk voor ze te maken. Nee. Maar wat ik merk is dat er wel echt actief moeite ingestoken wordt om te leren hoe samen te werken met die diverse korte ketens en die boeren te laten kennen en dat verhaal door te vertellen aan de eindeter. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in dat die volumes echt de komende tijd door dak gaan schieten. Maar willen ze dat ook wel? Of, want ze moeten het ook wel willen. Vanuit de regelgeving moeten ze het ook. Ja. Heb je het over de boeren of over de consument? De afnemers. Afnemers. Ja. Mm-hmm. Ja. Ze zijn verplicht om, om duurzamer in te kopen, laten we het zo maar noemen. En de ene partij gaat er anders mee om, merken wij ook, als de ander. En als ze dat willen snappen en nogmaals ook de nek willen uitsteken, ja, dan kom je ergens met elkaar. Ja. Maar dan moeten ze het ook willen. Niet alleen moeten, maar ook willen. Nee, helemaal. Ja. Precies. En ik denk dat anders gaat het niet komen. Ja. Maar uiteindelijk, weet je, we zitten hier natuurlijk met z'n allen om een systeem te veranderen. En dat is super ingewikkeld. Het heeft 50 jaar geduurd voordat de supermarkten zijn waar ze nu zijn. En die moet je ook absoluut blijven bestaan. En die heb je ook nodig. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar niet alleen onder hun voorwaarden, maar ook onder die van ons. Ja. Ik denk dat een hele belangrijke is. En dat voel ik zelf, dat we heel erg aan een systeemverandering bezig zijn. En dat is een hele moeilijke, en een hele ingewikkelde, en een hele dure. Ja. Maar het moet wel gebeuren. En dat willen, want Eures Kompas, daar ben ik vaak in contact mee. En die zijn ook de cateraar. Die verzorgt vaak voor kennisinstellingen, voor gemeentehuizen, een aantal zorginstellingen. En dan merk je dat de eindconsumenten, die opdrachtgevers, die bedrijven, die worden steeds bewuster. Die zeggen, wij willen iets fixen. Wij willen een probleem oplossen, wij willen gezonder eten. En door hen nu de mogelijkheid te bieden om te laten zien, dat kan je helpen door deze producenten te steunen die dat wil gaan doen. Ik denk dat dat heel veel perspectief biedt. En dat hoe meer wij gewoon het praktisch eerst doen met elkaar, mooie producten leveren, het eten, het proeven, het laten zien, dat geeft zowel vertrouwen aan de producenten, want ja, je zegt het al, je moet de dingen gewoon verkopen, anders vertrouwen ze het niet om daarop door te werken. En meer bewustzijn bij de consumenten. En dat op basis daarvan steeds meer echt impact gerealiseerd wordt. Dus praktisch doen en vervolgens echt richten op impact. Ik zou daar ook, zelf ben ik ook heel actief bezig met Michel om de omgekeerde markt neer te zetten. Waar jullie eerder het filmpje van laten zien. Nou, dat is een heel goed voorbeeld geweest van waar zo'n partij zegt, wij willen helpen om waste terug te dringen. En wij willen helpen om meer biologisch fruitteelt te stimuleren. Dus wat wij gedaan hebben afgelopen. Ja. Zou iemand best opvallen? Ja, daar zijn we. Oh, nee, nu ben ik veel te ver terug. Ik heb ook 18 keer geklikt. Uh-oh. Nou, Mark is zijn vrouw kwijt. Ja. Oh, dat is Erik. Ja, daar is ook betekend Erik. Hier zijn wij. Ah, hier. Ja. Waren ook nog mooie sfeerbeelden. Want ook gisteren toen ik alle foto's uit ging zoeken hiervoor, ik kwam zoveel prachtbeelden tegen en mooie activiteiten en heel veel sfeer en beleving. Maar wat wij vorige maand hebben gelanceerd is Let's Get Local. De omgekeerde markt. Een platform waarop producenten positieve impact proposities kunnen doen. Maar ook consumenten aan kunnen geven van, wauw, wij zijn een zorginstelling. Wij willen gezondheid, dus ik zou graag een kruidenthee willen afnemen. Wat ook nog eens de biodiversiteit in het gebied bevordert. Nou, wij zijn een grote zorginstelling, 50.000 monden te voeden. Dus wij committeren ons voor 20.000 100 gram zakjes thee. Nou, prachtig. Als je zo'n vraag echt in kaart brengt en daar begint. Nou, ik ken alleen maar producenten die dan lachend zeggen, ja, dat doe ik met liefde en plezier. Als ik weet dat de vraag er is, ga ik het voor jullie maken. Dus dat is het concept. En we begonnen met de voorverkoop van Mokum's Supersap en Utrecht Supersap. Nou, dit is 2 jaar geleden begonnen, eigenlijk heel amateuristisch, met een Excel-sheetje en een probleem om op te lossen. Destijds was de warme zomer van 2018 en fruitteler William Pauw in onze regio overwoog gewoon niks te plukken, want door de hitte was het fruit te groot, te zoet en zou het snel rotten in de winkels. Zijn wij consumenten gevraagd van, hey, wie wil dit komen redden? Als we 5000 doosjes sap verkopen, dan gaat William het plukken. Nou, met de Excel-sheetje gedaan. En bijgehouden. En zo, William, hey,
Er zijn consumenten die het waarderen, dus ik ga het plukken. Nou, dit hebben we nu doorontwikkeld en William die werkt samen met Robert Elshoff, maar via hen ook samen met René van der Aarde in Noord-Holland. En die hebben met elkaar een clubje waar ze met biologische boeren echt werken aan bodemverbetering en ook daarmee andere telers weer inspireren om over te stappen. En nu kan ook dit concept om een extra verdienmodel te creëren voor zo'n fruitteler door de rest op stroom, heerlijk fruit, maar net iets anders, daar een goede prijs voor te geven. Gewoon 5 cent per kilo. En dat kunnen ze dan weer investeren in die omschakeling naar biologisch. En op die manier hebben wij Mokums en Utrecht Supersap gelanceerd. En dat is nu in een maand, hebben we alles verkocht. Compass Eures Gorilla's gecommitteerd. En we hebben 18.000 flessen of zo al voorverkocht. Super. Dus dat is een vrachtwagen vol. Dat is één efficiënt persmoment. En toen wisten we, nu kunnen we beginnen. Dus die etiketten die daar zitten, die zijn nu bij de drukker. En die gaan volgende week om de fles heen. Die liggen op de flessenbak gewoon. Ja. Ja, letterlijk. Je zegt het begon het concept in Excel, maar zo simpel kan het ook zijn. Ja. Het is geen concept. Je hebt een inzicht. Heb je. Wat een probleem. Er zijn 50.000 appels over. Die kunnen of worden weggewerkt of we maken er iets van. Nee, maar dat is ook het mooie. We zitten niet bij multinationals. Uiteindelijk kun je gewoon van vandaag op morgen beslissen. Ja. We gaan dit doen. Toch heerlijk? Dat is mooi. Ja. Dat is ook ondernemerschap. Ja, met sommige dit soort producten moet het ook. Alleen het leuke is, dit kan je waar dan ook ter wereld doen. Ja. En als je er commercieel naar kijkt, dan kan je zeggen, nou ja, het is een soort proces ABC. Concepten leggen het vast, registreren het IP. Je hebt een soort succesgarantie, want je gaat niet produceren als je niet voorverkoopt. Nou, dat is toch helemaal van deze tijd. Maar het mooie ervan, Michel, is ook dat, en dat vind ik ook mooi. Ik bedoel, een van de vragen vooraf was, waar ben je het meeste trots op? Eigenlijk, buiten samenwerking, dat ik eigenlijk onderdeel maak van alle schakels in het game-model. Hè? Zowel heel erg regionaal of lokaal, zeg maar. De regionaal, nationaal, maar ook Europees. Dit kan je gewoon Europees uitrollen. Ja. We zitten in de juiste platforms om het ook te kunnen doen. Ja. Dus weet je, dat is fantastisch. We hebben het netwerk, we zitten erin, we hebben de 4 jaar in Smart Chain mee gewerkt met dat soort dingen. Van vandaag op morgen kun je het gewoon in Europa tillen. Jij zegt het is er, maar het is er. We hebben het 3 weken geleden gelanceerd. En jij zegt we zijn er eigenlijk al 4 jaar mee bezig. Nee, niet met deze met die omgekeerde markt, maar wel met de korte keten. Ja. Wat kun je in verschillende gebieden doen? Wat kun je van elkaar leren? Ja. Dat betekent dat wij nu daadwerkelijk aan het doen zijn met de samenwerking. Dat is super uniek met verschillende regio's. Dat gebeurt nergens ter wereld. Dat kan je gewoon stempelen in alle regio's van Europa. Ja. En daar zijn we al 4 jaar mee bezig om uit te vinden hoe werkt dat nou in die korte keten? Wat kan je van elkaar leren? En dat krijgt nu tractie. Dat is absoluut. Ja. Ja. Ja, je ziet het gebeuren. Ja. Hier de regionale landen rondom Metropool Amsterdam. Van afnemers, boeren, kennisinstellingen die zeggen, samen gaan wij werken om echt een weerbaar regionaal systeem gaan bouwen. Nou, ik ben weer duurzaamheid gestudeerd, dus dat is waar mijn hartje bij harder gaat kloppen. Maar ja, we hebben mensen nodig die dat ook echt doen. En dat zijn die producenten in de regio's die er echt helemaal voor inzetten. Jullie als koplopers. En dat creëert allemaal innovatieve ideeën om problemen op te lossen. Als wij die kunnen uitwisselen met elkaar en toepassen waar ze nodig zijn, hebben we echt een model waarmee wij wellicht ons hachje kunnen gaan redden op een maatschappelijk en gevolg van klimaat. Ja, maar ook dit kunnen maken op duurzaamheid inderdaad. Ja. Want je kunt dit gewoon stempelen aan andere gebieden. Ik bedoel, nogmaals, het is 1 e-mail sturen van dit is een goed idee en ze pakken het overal op. Nou ja, dat is, digitalisering heeft hier natuurlijk een mega effect, want je kan zo alles met elkaar delen, de lessons learned. Videootjes maken, je brabbelt een beetje half Engels in, wat mijn hoogste niveau is, wat meteen de rest van de wereld dan dus ook verstaat. Mm-hmm. Maar het is wel interessant om te zien dat 4 jaar heeft geduurd dan toch eigenlijk en dat dan nu in een versnelling terecht. Ja, dat is niet alleen het proces, maar nogmaals, het is echt super uniek, wil ik echt benadrukken, dat je met 4 regio's, of misschien wel 5 of 6, hoeveel het er zijn, samenwerkt om dit te gaan doen. Dat is echt uniek. En dat is wel te danken aan de welwillendheid van ons allen, denk ik. Mag ik jou wat vragen? Want je hebt een IKEA-achtergrond, weet ik. Hè? Heb je daar parallellen en tegenstellingen tussen gezien? De parallellen die ik heb gezien is natuurlijk dat je... Ik heb heel veel dingen daar geleerd. Hoe doe je een project? We hebben alles afbaken. Alles wat ik doe is voor mij in mijn hoofd in een project gegoten. Dus voor mij is het... En dat zit allemaal in elkaar. Maar ook wel zeg maar, de stappen die je moet ondernemen. Elke keer weer terugleggen van ga je dan de dingen doen? Hoe ga je het doen? Je moet het valideren. Weet je, al dat soort elementen heb ik wel meegekregen vanuit wat ik geleerd heb bij IKEA om dat soort dingen te doen. Maar het lijkt mij dat toch een organisatie is die ook stempelbaar is in het buitenland. Ja, zijn ze. Dat vooral heel erg samen doet. Ja. Hoe is dat? Herken jij,
Sorry, ik ga een beetje op je, maar ik ben gewoon nieuwsgierig, hè, want dat samenwerken met die boeren, hoe gaat dat bij jullie? Op welk opzicht bedoel je dat? Nou, kijk, iedere ondernemer en ieder mens eigenlijk zit anders in elkaar. Mm-hmm. Wij werken met 35 boeren samen. Ja, dat is een afspiegeling van de maatschappij, zou ik bijna zeggen. Ja. De een is heel coöperatief ingesteld. De ander is er per ongeluk bij betrokken geraakt. Ja, dus die diversiteit maakt het mooi en uitdagend. Ja. Maar ook wel eens lastig, ja. Ja. Ja, dat, daar moet je mee zien te handelen. Ja. En is de druk van buiten dan nu zo groot aan het worden dat dat makkelijker wordt? Omdat jullie in gemeenschappelijk belang groter wordt? Ja, dat kan wel een rol spelen. Ja. Ja. Oh, dat is interessant. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat is voor mij ook uniek, want dat is eigenlijk de laatste vraag die jullie zouden willen stellen. Want ja, het is schaalbaar met andere regelingen, dus het kan groot worden, maar wel door allemaal lokaal relevant tastbare relaties en samenwerkingen. Dus hoe is voor jullie de sfeer in de korte keten en het werken met elkaar? Is dat iets wat makkelijk gaat? Nee, dat is best ingewikkeld, moet ik je zeggen. Het is niet dat het heel moeilijk is of dat er mensen chagrijnig van worden. Maar je moet wel een hele lange adem hebben. En dus je moet heel gepassioneerd zijn in dit om het te kunnen doen. En dat is nog wel eens ingewikkeld. Maar het samenwerken al zich, ja, weet je, mensen zijn erin gestapt omdat ze ook een ideologie hebben. En uiteindelijk misschien ook wel omzetcijfers voor ogen zien. Maar daarvoor moet je niet in de korte keten stappen. Want bedoel, dat duurt echt nog wel even voordat je omzet hebt. Waar je denkt, ik kan eens een keer een nieuwe auto ervoor kopen. Maar het is met name inderdaad het goed samenwerken met mensen. Het samen weten waarvoor je dingen doet. En ook nogmaals met de verschillende regio's. Omdat je dan de dingen toch wel... heb ik net ook gezegd, van elkaars assets gebruik maakt. Dus het gaat niet over samenwerken binnen je eigen club, maar ook met die andere club samen en weten waarvoor je het doet. En soms is het best holistisch en best wel helikopter view van bovenaf dat je denkt, oké, het is niet helemaal de dagelijkse realiteit nog, maar uiteindelijk, je moet in en uitzoomen en dat merk ik wel, je moet er wel flexibel in zijn. Daar heb ik wel moeite mee hoor, er wordt ontzettend veel geluld door allerlei betaalde gesubsidieerde clubjes. En die staan echt wel ver van de werkelijkheid af. Ja. En dan denk ik, geef dat geld aan de boeren of geef dat geld aan de mensen die er echt wat mee kunnen. Ja. En ik snap wel dat er, misschien toch wel 4 jaar voorlooptijd heb je gewoon ook nodig om bepaalde dingen te ontwikkelen. Maar als je, volgens mij kun je het marktmechanisme af en toe ook gewoon wat beter zijn werk laten doen. En is het nu toch wel vaak zo dat dit soort innovaties altijd aan een... Ja, dat hangt van de welwillendheid van de uitvoerende af en of die je nek durven uitsteken. Maar financieel gezien is het met banken lastig en is het klimaat helemaal niet zo positief. Dus het is in ieder geval fijn om met een aantal lotgenoten, een paar blije eieren, zoals Matthijs. Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zei, want René van der Aden, die is mee ook vandaag. En die vroeg ook van hoeveel boeren en telers zijn er? Ik zeg, nou ja, als ik het zo het lijstje zie, een paar, misschien 1, 2. Ja. Hij zegt, wat? Ja. En de rest, dat lult dan over dingen, en weten ze ook wat er leeft? Ik zeg, ja, dat mag ik hopen van wel. Hij zegt, ze moeten gewoon eens een keertje met mij een dagje meelopen in de tuin. Regenjas aan, door weer en wind, snoeien. Ja. Nou, dan weten ze een beetje pas wat het inhoudt. En dan kan ik ze wel vertellen waar we mee struggelen en hoe ze eventueel kunnen helpen. Ja. Dat is het. Er zijn veel te veel van die praatclubjes, te weinig doeners. De doeners, die staan in de tuin, die staan in de stal, die staan op het veld. En die hoor je te weinig. Ja, die doeners die komen nu wel individueel op hun bedrijf wel voor nog grotere uitdagingen te staan door de omstandigheden op dit moment. Ja. Onze kracht van onze coöperatie is altijd geweest dat iedere producent, ieder lid zijn eigen productie op zijn eigen bedrijf heeft. Dat is allemaal kleinschalig. Ja. En daar loop je nou helemaal keihard tegenaan. De energieprijzen schieten het plafond door. De flesseninkoop, de grondstoffen, alles wordt duurder. We zien ook gewoon, ik zie het op mijn eigen bedrijf ook, het is gewoon bijna niet meer rendabel te krijgen. En dat de ene kant is de charme van kleine bedrijven die elkaar... die met elkaar de krachten bundelen. En nog moet je door de omstandigheden die er nu zijn oppassen dat je daar
niet aan onderdoor gaat. Nee. Wij kunnen, doordat we een coöperatie zijn, gezamenlijk inkopen, dus daar wat voordeel uit halen. Maar ja, dat wordt wel de grootste uitdaging de komende tijd. Maar krijgen jullie ook actief hulp van provincie bijvoorbeeld? Nee. Die niet. Nee. Schandalig, ja. Nee, wij zijn terwijl die juist in hun voedselvisies hebben geschreven, hè, kringlooplanden. Nou ja, dan sluit ik je aan bij jouw verhaal. Er wordt verschrikkelijk veel gepraat tegen nou ja, onze provincie Zuid-Holland is daar ook heel goed in. Met de voedselfamilies. Nou, er wordt eindeloos wordt er gepraat. Er worden allerlei excursies georganiseerd. Maar ik zie geen. Als ik daar eens een keer bij zit, niet altijd, maar ik probeer er ook eens aanwezig te zijn. Dan heb ik altijd zoiets van, jongens, laten we nou eens wat gaan doen, alsjeblieft. Laten we het gewoon gaan doen, ja. Ik wil nog maar even reageren gewoon op wat jij net zei. Oh, sorry, was niet uitgesproken. Nee, dat is... Ga je gang. Als je het alleen aan de boeren overlaat, met alle respect, hè, maar dan, je hebt andere type mensen nodig die met een overheid of met retailers, grote retailers gaan praten. Dat soort dingen. En dat is wat ik ook geleerd heb bij IKEA. Ik zat ook met grote producenten aan tafel met dat soort mensen. Ik bedoel, ik ben geen boer, ik loop niet met mijn laars in de klei. Ik heb het ook wel gedaan. Maar laat mij maar met horeca om de tafel gaan zitten. Ik snap wat zo'n chef wil. Maar als je dat aan een boer vraagt, die man waar ik ooit het vlees mee begonnen ben, die kwam letterlijk met een halve of met een kwart koe op zijn schouder binnen en zei, die kan je hier wat mee? Hij wist het niet. En dat is helemaal niet erg. Maar ik snap wat die chefs willen. En die zien mij als een van hun. En dus, je moet daar ook tussen kunnen schakelen. Dus ik bedoel, laat ook, wat ik net zei ook van logistiek, laat iedereen doen wat die goed in is. En het mooie is dan wel dat wij praten ook wel veel. We zijn er al heel lang mee bezig. Maar er gebeurt nu ook wel wat. Ja. En dat is fijn. En je krijgt het ook niet van vandaag of morgen geregeld. Dus dat het is ook super ingewikkeld. Ja, dat was voor mij de reden ook om aan te sluiten in dit consortium. Ja. Zodat we kunnen leren van elkaar. Precies. Want ik was ook wel zo'n eigenwijze drol die dacht van, nou ja, ik heb het zelf opgebouwd. Ik red dat wel. Ja. Maar om echt impact te maken, om echt die volgende stap, ja, moet je gewoon leren van elkaar, van elkaars verschillen, persoonlijkheden en elkaar op die kracht inzetten. Precies. En dat is waar ik ook wel, wat ik merk, dat echt met elkaar problemen aanpakken en willen oplossen en van elkaar leren. Ik vind het heel tof om die relaties te hebben binnen een keten inderdaad. Om een producent te kunnen van, hey, kan je me even zo en zo klaarzetten? Of dan en dan hebben we dat nodig? Of ik wil een project met studenten bij jullie komen doen, heb je wat tijd en dat er toch altijd heel veel mogelijk is, omdat je elkaar gewoon kent. Ja, het is echt wel uniek dat je dan inderdaad met zo'n groot, een van de werelds grootste cateraars zit en dat je die gewoon kan bellen en dat ze bij je bestellen en dat ze ook nog geld neerleggen, weet je, dat voordat daar de creditcard is gevonden of de afdeling finance iets goed heeft gekeurd. En tegelijkertijd dat we ook boeren, ik werk heel veel met studenten, die vinden het waanzinnig interessant. We gaan peren plukken elk jaar, maar ook echt hardcore onderzoek doen. En dat ook daar, gewoon omdat je elkaar beter leert kennen en de relatie beter wordt. En boer, nou is goed, ik neem wel een halve dag om het even uit te leggen. Mensen worden geïnspireerd, zeggen ik kom volgend jaar gewoon werken als plukker. En zo ontstaat er meer relaties en voegt ook echt waarde toe aan de leukheid van het eten van de keten met elkaar. EURES is wel een mooi voorbeeld wat dat betreft. Wij leveren al jaren via EURES aan ministeries in Den Haag. En dat komt eigenlijk omdat daar een manager zat die het inderdaad snapt. En die heel veel waarde hecht aan pure producten. En je ziet nu, want ik denk dat we er wel 5-6 jaar leveren onderhand, dat nu ook in de hogere lagen terechtkomt. En dat ze nu ook zeggen, hé, laten we dat wat we daar gezien hebben in die paar kantines op het ministerie, laten we dat nou landelijk op gaan pakken. Ja. En dat proces, dat heeft een paar jaar geduurd. Maar dat is wel waar we nu staan. Ja, het is wel een mooi voorbeeld. Ja. Fantastisch. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Het is echt gaaf om met jullie te werken, maar ook om jullie hier aan tafel te zitten en dat jullie je verhaal wilt delen. En dat jullie tegenwoordig alle mannen en vrouwen die hard bezig zijn in kortketens op het land, in de verkoop, in het verwerken van de producten. En het is tof om te zien dat die beweging echt op stoom komt nu dat volumes groter worden en dat hopelijk steeds makkelijker en steeds meer impactvol gaat worden. Zometeen gaan we terug naar beneden waar Erik Koldehof van de gemeente Amsterdam zijn presentatie zal doen vanuit gemeente Amsterdam. Wat gaan zij doen? Wat heeft de stad nodig? En gepaard met Mark Frederiks, die dieper ingaat op de verdere strategie van het robuuste rolloutplan. Dus dank jullie wel.
En zo meteen gaan we naar beneden. En we komen zo meteen terug op, want we hebben ook de laatste tijd sinds de lancering het onderzoek gelanceerd voor groentelimonades van oerassen van wilde wortelen. En met dank aan de producent zelf, Martin Topper, Impact Hub, onderzoek, veel geleerd. En dat gaat er ook aankomen, daar komen we later op terug. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Dank je, graag gedaan. Alsjeblieft. Oh, ja. Dit is William Pauw. Hij is biologisch fruitteler. William werkt met de natuur. En die kan soms grillig zijn. Soms is het te heet en droog of het hagelt of vriest als de bloesem er is. Het fruit moet zich hier tegen verdedigen. Maar dat ontwikkelt juist extra smaak en voedingsstoffen. Deze stoffen zijn voor mensen belangrijk. Zeker nu. Het fruit wordt weerbaarder. Maar het gevolg is ook dat een deel er minder perfect uitziet. Of iets te snel rijp is. In plaats van dat afnemers een goede prijs voor al dat extra's betalen, kopen ze het niet. Het wordt vernietigd, gebruikt als diervoeder of hooguit opgekocht voor een fooi. William krijgt bijna niets voor dit topproduct. En het komt niet bij ons terecht. Bizar toch? Tijd om in actie te komen. Want dit superfruit mag niet verloren gaan. Hiermee ontstond het idee om ons eigen lokale sap te maken. 100% natuurlijk Utrechts supersap. Hoe werkt het? Wij vragen jou om een bestelling te plaatsen. En jij roept je vrienden, buren en collega's op om dit ook te doen. Gewoon online. Local to Local brengt het sap bij jou thuis. Het geld komt bij William terecht, zodat hij de productiekosten van het supersap en zijn teelt kan betalen. En samen zijn wij de grote winnaar. Het fruit gaat niet verloren, maar het maakt ons sterker. William kan investeren in bodem en biodiversiteit in onze regio, waar wij van kunnen genieten. Samen investeren wij in elkaar en een duurzame toekomst voor iedereen. Met Utrecht Supersap laat je zien dat je trots bent op onze boeren. En daarmee het beste voedsel uit de eigen regio mogelijk wilt maken. Nu en in de toekomst. Help mee en ga naar supportyourlocals.localtolocal.nl.